Een hele goede koude morgen. Het is echt ontzettend koud buiten. Maar als je doorheen fietst vandaag, dan weet je het zelf ook wel. Het heeft gesneeuwd bij ons. Kijk maar. Nee, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het ligt echt sneeuw. Kijk maar. Ja. Kijk. Niet zoveel. Maar het is toch wel sneeuw. Dus vandaar dat je dus ook moet uitkijken op de weg. Ze strooien wel, maar ik ben een beetje laat. Nou ja, maakt niet uit. Wat ga ik vandaag doen? Ik heb vandaag zangles. Yes! Zangles! En ik heb er zin in. Ik ga eerst werken van hier van 7 tot 9. Dan ga ik weer werken. Nou, ja, werken, ja. Ik ga werken. Eerst heb ik dan even een kwartiertje pauze. Dus kan ik even rustig even eten en drinken en doen en roken. En dan aan het werk. Gisteren was het zo leuk, echt waar. Ik zweer het je. Vandaag moet ik wel om 9:30 weg, omdat ik zo mijn zangles heb. En aangezien ik niet weet wat weer gaat doen, heb ik toch veel liever dat ik iets eerder weg ga. Dus, ja, ik ga dan nog wel even een peukje doen met andere collega's. Oh ja, jongens. Ik heb goed nieuws. Ik weet nou eindelijk wie er komen 17 december. Dan zul je wel denken, wat? Waar heb je het over? Nou, 17 december hebben wij een eindfeest. Zo noemen we dat, zeg maar, bij ons op het werk. Een eindfeest. En wat houdt dat in? Nou, dat we een feestje krijgen, of dat we even met z'n eten, alle eten. Ik kan niet eens met spreken, man, vandaag. Met z'n allen eten. Wat voor? Nou. Ik kan niet geloven dat het een show is. Nee, maar niet. Ik ga gewoon door. Dus wat houdt dat in? Ook al verteld. Dat we met z'n allen gaan eten. En dat we dan een kerstpakket krijgen. Maar dit jaar is het special. Heel bijzonder. En dan zou je afvragen, wat is nou zo bijzonder aan? Nou, de bedrijf waar ik zeg maar van werk. Ik heb je hier niet laten zien. Die bestaat 10 jaar. Dus het wordt een mega feest. Al mega. Oké, maar maakt niet uit. Welke artiesten komen er allemaal? Nou, eentje uit M. Lord. Jonas nog wat. Kennedy. Zal wel. Een DJ komt draaien. DJ Mark. Dan ben ik dus heel benieuwd. Nee. Gaat ons verlichten in de kerstsfeer. Daarna. Zeg maar. Gaan we naar. Of komt er een optreden? Ja, we krijgen een optreden. Van wie? Nou, voor de mensen die Nederlandse muziek niet echt wat aanvinden. Nou, dit zullen jullie ook niet echt leuk vinden. Ik persoonlijk zelf ken ze niet echt. Ik luister niet echt naar zijn muziek. Of hun muziek. Wel naar een aantal vrienden van hun. Dus ja. Nou, zou ik je niet lang meer in spanning houden? Het is de 3 J's. Juist.
Nou, zoals wat ik zei, ik vond Jannes vond ik eerst ook niks. Maar hij is best wel gezellig, weet je wel. Hij weet wel hoe je feestje moet bouwen. En, nou, ik geef de 3J's ook de benefit of the doubt. Noemen ze dat. Dus kijken wat hun in huis hebben. Dus ja, ik vind het leuk, superleuk. Om 1 uur worden we verwacht op de productieweg. Oeps, dat had ik niet meer zeggen. Vergeten. Knip ik er later wel uit. Nog een goed nieuwtje. Ik had even gereageerd op een filmpje van Dus David. Als je niet weet wie Dus David is. Hij heeft hieronder gelegen een rots of zo. Hij is een vet stoere gast. Nou, als je mijn video's kijkt, David. Hi. Hij is echt super cool. Wel leuk en zo. En ik had dus gevraagd, gewoon even spontaan, weet je wel. Ik ben spontaan. Wat leuk. Ik had dus even gevraagd, hey. Leuke video, zo had ik even gereageerd. Ik denk, nou ja, leuk. Het was ook een leuke video. Echt waar, ik zeg het je. Wat een grappige video. Dus ik heb dat zo gedikt. En toen zei ik ook zo tegen hem van, het lijkt me echt wel vet gaaf om jou te ontmoeten en anderen. Of om jou te ontmoeten, had ik gezegd. En weet je wat ik het tofste vind van Dus David? Het tofste van Dus David is dat hij reageert. Hij reageert zelf persoonlijk op de reacties die op de video's komen. En dat vind ik nou zo tof, hè. Aangezien hij wel een beetje bekend is op YouTube. Had ik eigenlijk eerlijk niet verwacht dat hij terug zou reageren. Dus dat was echt super leuk. Dus, hij had dus gereageerd op mijn commentaar. En, sorry jongens. Hij zei dus dankjewel. En toen op een gegeven moment, even later toen ik het las, een stuk verder las, had hij dus gezegd, moet kunnen. En dan een gathering, vraagteken. Dus, ik denk dat hij vraagt of de kennen of zo. Nou, dan ga ik dus even kijken of de site ook een beetje in de gaten houdt van de YouTube Dutch Gathering. Wanneer het er is. Of dat hij bedoelt dat hij zelf een gathering wil organiseren. Ik heb geen idee. Ik ben nog nooit naar de gathering geweest. Dat is best spannend. Maar het lijkt me echt super leuk om dus David te zien. Ik bedoel, hij is een vet coole gast. Hij is gewoon prettig gestoord. Mila maakte ook zo'n grappige opmerking over hem. Zo van op een van zijn video's, zeg maar. Zei hij dat hij de meisjes moest oppassen voor dus David. Dus voor deze knappe man. Klik niet op hem. Ik hoefde ook niet op hem te klikken, want ik was al geabonneerd. Kom niet eens uit, jongens. Echt waar. Ik ben van mij zo vrolijk. Maar dat moet ik ook nog schoonmaken. Dus, ja. Hoor ik allemaal, hoor. Oh, ik heb nog maar een paar minuutjes, dus. Ik heb zo lang weer gekletst. Nou, jongens, oké. Okay. Ik ga ervan hoor, ik ga even druk bezig en ik zie je zo meteen wel. Doei!